We good? What's up? Are we live? Live! It's alive! What's up, Maik? Cool, cool, cool. Vrijdag. Eén van de drie. Maandag, woensdag, vrijdag. 11:30 tot 11 live and direct. Core training. Sportcentrum Pleizier. You know how we get down. Let's do it to it, man. Somebody play the beat, man. Everybody know the deal by now. Shit. Like, subscribe, share. Do all that good stuff. And we're going to get it cracking. 16 crunches voor de warm-up, dames en heren. Here we go. 4, 3, 2. Doe maar. Waar is mijn muziek? Ready, 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 ready. Here we go. 7, 8, 7, 6, 5. Dus ik ga zijkant, midden, zijkant, 1, that's it. Als je je voeten niet tegen elkaar aanhoudt, gaat het shiften en bewegen, heb je een probleem. Vind je dit te moeilijk? Hou gewoon je plankpositie aan, desnoods vanaf je knieën. Hier hebben we het over gehad. En op dinsdag gaan we altijd met die Q&A, dus met questions and answers aan de slag. En in de laatste Q&A van dinsdag, afgelopen dinsdag, hebben we het een en ander uitgelegd over hoe je een oefening makkelijker en moeilijker kan maken. Dus we gaan er tegenaan, dames en heren. Wij pakken hem zo. Here we go. 4, 3, 2. En dan gaan we. Doe maar. Buiten. Midden. Buiten. 1. Buiten. Midden. Buiten. 2. Buiten, midden, continu die bolrug, buiten, 3, nooit zakt die rug in, buiten, hij blijft bol, midden, buiten, 4, buiten, midden, buiten, 5, nog 3, midden, buiten, 6. Buiten, midden, buiten, 7, en die laatste, buiten, midden, buiten, 8, heel goed. En om gelijk antagonistisch te werken, betekent de tegenovergestelde beweging, gaan we gelijk, of houding, gaan we gelijk liggen op de buik, waar we eigenlijk al waren. En wat we gaan doen is we strekken die armen en die benen in de lucht. En dan proberen we linkerbeen gestrekt met je rechterarm omhoog te doen. En vice versa. Linkerarm met je rechterbeen. So here we go. 4, 3, 2. Doe maar. Op. 1. Op. 2. Op. 3. Op. 4. Op. 5. Op. 6. Op. 7. Hou je borst lekker hoog. 8. Op. vee, laatste E. Heel goed. Pak even een bolle rug. Trek het weer even op. Even in die cobra positie. Pardon, in de hondspositie vanuit yoga. Heel goed. Komen we terug in die plankpositie met die voeten tegen elkaar aan. Zijwaarts, midden, zijwaarts en midden. Here we go. 4, 3, 2 en naar buiten. Doe maar. Buiten. Midden. Buiten. Hey. Buiten. Midden. Buiten. 2. Buiten. Midden. Buiten. 3. Buiten. Midden. Buiten. 4. Buiten. Midden. Buiten. 5. 3 more. Buiten. Midden. Buiten. 6. 2 more. Buiten. Midden. Buiten. 7. Last one. Buiten. Midden. Buiten. 8. Heel mooi. Gaan we weer op de buik. Rechterhand met de linkervoet. En vice versa. Hou je armen en benen gestrekt. Breng alles in de lucht. 4. 3. 2. Let's go. Op. Terug. Op. 1. Op. Terug. Op. 2. 8 stuks, hè. Terug. Op. 3. Op. Terug. Op. 4. Op. Terug. Op. 5. 3 more. Terug. Op. 6. Op. Terug. Op. 7. Op. Terug. Op. 8. Heel goed. Kom weer even in die bolle rug. In die positie hond. Daarmee rekken we de onderrug op. Dat kun je voelen. En de reden waarom ik dat doe. Is dat als we zo meteen weer in die plankpositie gaan. Willen we weer juist die bolle rug. Dus we werken met hol en bol samen. En ik raad je aan om lekker veel water te drinken deze aankomende dagen, lieve mensen. Want de temperatuur is lekker hoog. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Maar stel je voor, je zat nu in deze situatie met alleen maar grauw, grijs, naar weer buiten. Dan was het nog vervelender, word je nog sneller misschien wel minder gemotiveerd om dingen te doen. Maar met dit mooie weer kun je in ieder geval mooi buiten wandelen, in je tuin genieten. Maar ik zorg ervoor, en dat hoop ik dat jij het ook doet, dat je je hydratatie lekker hoog houdt. Dus krijg je hoofdpijn, word je moe, heb je geen zin om dingen te doen. Water doet natuurlijk heel veel met je lichaam. Dus neem lekker slokjes water tussendoor, geen probleem. Ik praat expres eventjes, zodat je dat hebt kunnen doen. We gaan terug naar de eerste oefening. Die plankpositie. Met die voeten tegen elkaar, de laatste keer. Here we go. 4. 3. 4. 3. 2. Vamos. Buiten. Midden. Buiten. Buiten, midden, buiten, 2, buiten, midden, buiten, 3, buiten, midden, buiten, 4, 4 more, buiten, midden, buiten, 5. De schuine kanten ook aanpakken. Nogmaals, vind je dat te zwaar, blijf gewoon in je plankpositie. En kijk nog eens nogmaals naar de questions and answers van afgelopen dinsdag, waarin we uitvoerig ingaan op hoe je kunt werken met trainingsvariabelen, hoe je een oefening makkelijker en moeilijker kan maken. Kijk daarnaar, dan weet je wat je kunt doen. Here we go. 4, 3, 2, doe maar. Op, 1, op, 2, op, 3, op, 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, 8, nog 8, op, 8, op, 7, op, 6, op, 5, op, 4, op, 3, op, 2 en 1. Heel mooi. Goed, dames en heren, het mag duidelijk zijn. De transversus is goed aangepakt. De diepliggende buikspier aan de voorkant. Je rechte spinea. Je wervelkolomspier in feite. Hebben we mooi aangepakt daar. Zelfs een stukje zijkant. Als het goed is ben je lekker warm nu. Let's get it cracking. We gaan op de rug liggen. En we beginnen met het trainen van die six-pack spier. De rectus abdominus. De rechte buikspier. En wat we gaan doen vandaag daarvoor is we komen in een pistol position. Kijk eens. Die enkel gaat boven de knie. Liever niet eronder. En we gaan ook ervoor zorgen dat als we zo meteen het been de lucht inbrengen en we gaan het been bewegen, dat we geen kniebuiging gaan maken, maar het gehele gestrekte been gaan bewegen. En dat is de eerste oefening die we doen. We schoppen met het been omhoog en komen in 3 seconden terug naar beneden. Essentieel. Hou je billen zo hoog als je kan. Hou je schouders en je hoofd zo hoog als je kan. Here we go. Begin boven. 3 seconden dalen. En dan schoppen we terug naar dezelfde positie. 4, 3, 2, 3. Doe maar. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Nog 5, 3, 2, 1, 5. 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, die laatste, 2, 1, jawel, heel mooi, switch it up, andere kant, oftewel je andere been, 10 herhalingen, als je nou stijf bent in de buitenkant van je been, of in je bilspier, dan doe je nu twee hele mooie dingen. Punt 1, je rekt dit gedeelte van de buitenkant van je been en je bil op. Maar dat gebrek aan lenigheid is extra spanning voor die buikspieren. Dus we pakken 2 vliegen in 1 klap. Begin boven. 3 seconden naar beneden. 10 reps. Here we go. 4, 3, 2, doe maar. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Controleer of je schouders in de lucht zijn, dames en heren. 2, 1, 6, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 9, laatste, 2, 1. En 10. Heel mooi. Even die rust. Alles waarbij we vooral de benen heen en weer bewegen, werkt over het algemeen iets meer in de onderkant van die buikspieren. We pakken een andere oefening nu om juist wat meer de bovenkant van die sixpack aan te pakken. En hoe we dat doen is het volgende. Je probeert je benen helemaal te strekken. En dan gaat weer die ene knie, die ene enkel op die knie. Nu lig je helemaal lang uit. 2 armen gaan recht naar het plafond. Dan ga je niet proberen die handen te gooien richting je voeten. Maar kijken of je recht omhoog kan komen naar het plafond toe. Maken we 20 korte bewegingen. Recht omhoog naar het plafond. 4, 3, 2, babbels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Even die zuurstof. Even rust. En switch. Je andere enkel op je andere knie. Another 20 repetitions, people. Let's do it to it. Here we go. 4, 3, 2. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 5, 4, 3, 2, 1. wat stijver bent aan één kant dan aan de andere kant. Dus die tweede ging maar absoluut moeilijker af. Natuurlijk heb je natuurlijk wel al 20 herhalingen daarvoor ook gedaan. Maar dit is je eerste ronde, lieve mensen. Dus we gaan zo meteen, nadat je weer je slokje water hebt genomen, even je zuurstof hebt gepakt, beginnen we weer met die rechter enkel, in mijn geval, op mijn linkerknie. Hoog beginnen, 3 seconden naar beneden, 1 omhoog. En 10 keer per been. You ready, Mike? Round 2, let's do it to it. Knock him out in round 2, let's go for it. Come on. Here we go. 4, 3, 2, 3 seconds, go. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 9, die laatste, 2, 1, 2. Heel mooi. En je ziet als ik mijn voet omhoog schop, probeer ik zelfs mijn bil een beetje op te tillen. Daardoor wordt het wat intensiever. Vind je dat zwaar, doe je het lekker niet. Maar die schouders in je hoofd moeten in de rug, in de lucht. Waarom doen we dat? Breng je je schouders in je hoofd laag en laat je ze op de grond. Trekt vaak vanzelf een beetje die rug hol. En dan ga je het in je rug voelen. Dat is niet de bedoeling. We willen die buikspieren aanspakken vandaag. En die rug doen we zo meteen nog een keer. Maar dames en heren, we gaan door. Andere enkel, andere knie. And here we go, start up high. 3 seconds down. 10 reps. Here we go. 4. Here we go. 4, 3, 2, 3 seconds. Go. 3, 2, 1. Weer die rechter enkel in ons geval op die linkerknie, 2 handen recht naar het plafond en we doen op die manier 16 korte bewegingen. Here we go, 4, 3, 2, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Heel mooi. Maik zijn handen gaan recht omhoog naar het plafond en niet schuin naar voren toe. Dat is een beetje smokkelen als je dat doet. Niet fout. Een oefening is fout als het schade kan brengen aan je lichaam. Dat doet hij zeker niet. Hij doet hem helemaal perfect. Recht omhoog naar het plafond en niet schuin naar voren door het makkelijker te maken. Kan wel thuis als je dat wil. Here we go. 4, 3, 2, 16. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Netjes. Got one more round to go. And just so you know, we beginnen weer met 1 been in de lucht. Die laatste korte crunches met die handen doen we zo meteen 12 keer. Geen 16 en geen 20. Die bouwen we af. Here we go. 4, 3. Put your leg up in the air, put your leg up in the air. Here we go. 4, 3, 2, doe maar. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 6. 3. 7, 3, 2, 1, 8, nog 2, 2, bijna weekend. Lang weekend. Ja, ja. En dan gaan we. Put your leg up in the air. Put your leg up in the air. Here we go. 4, 3, 2, mamo. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Ik hoop jij thuis ook. Die 3 seconden naar beneden, dat is time under tension. Wil je daar meer informatie over? Nogmaals, kijk naar die uitleg op dinsdag. Maar we gaan door met 12 korte crunches. Recht omhoog naar het plafond. Here we go. En dan gaan we. 4, 3, 2, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ja. Dat andere dingetje is makkelijker. Voor de volgende keer. Microfoon. Beweeg deze. Andere been, lieve mensen. 4, 3, 2, 12, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Woo, daddy. We ain't playing. Not bad at all. Dames en heren, we gaan door naar de schuine buikspieren, de obliques officieel genaamd. En dat betekent dat we op de zij moeten gaan liggen om die schuine buikspieren te trainen. En wat we gaan doen is vrij simpel. We gaan weer werken met dat gekke systeem van die pistol position. Betekent je onderste voet is op je bovenste knie. Jawel, daar is hij. Nou gaan we dat been omhoog schoppen en in 3 seconden naar beneden brengen. Je linkerarm is uitgestrekt. Open je handpalm. Met je vingers open heb je meer stabiliteit en steun. En wat we doen is we schoppen dat ding in 1 seconde omhoog. En in 3 seconden terug naar beneden. Here we go. 4, 3, 2. Here we go. Doe maar. 1, 1, 2, 3. Here we go. 2, 1, 2. 9 en 10. Als je met die enkel op je knie dat te moeilijk of te zwaar vindt, dan doe je hem gewoon met twee benen uitgestrekt. Dus dan ga je in 1 seconde omhoog. Maik, 1 voorbeeld alsjeblieft. Boom. 1, 2, 3. Hetzelfde geldt voor die dab. Voeten op de grond. Niks, geen gekruis met die knieën. Bats, ga je doe je hem zo. Helemaal geen probleem. We gaan er tegenaan, want ik kijk even op de klok. We hebben nog iets van 5, 6 minuten. Dus niet veel tijd. Minder praten, meer doen. Wij pakken hem met die enkel op de knie. We gaan nu naar 8 herhalingen toe. En niet naar 10. 4. Where's my beat? 4, 3, 2. Here we go. Doe maar. Op. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. En die laatste 8. 1, 2, 3, 4. Met die jab 3, 4, 3, 2, 8 rechts, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Andere kant van je lichaam. 3, 2, doe maar. Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Heel mooi. We praten niet veel met die mannen. We gaan gelijk door. 6 keer nu met je been. Hou hem vol tot het einde, mensen. Doe je best. Meer kan je niet doen. Zweet in mijn oor. Lekker. 4, 3, 2. Doe maar. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andere kant. Here we go. 4, 3, 2. Kick it up, let's go. 1, 2, 3, 4, 3, 2, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Oh, yeah, though. I know, we're done. We gotta let us know. We feel like we done. We feel like we did something. I know I did. De laatste keer keek ik eventjes terug. Je kan niet zien hoeveel druppels er van mijn hoofd vallen. Dat vind ik wel een beetje jammer voor je. Dat je ziet dat ik ook hier loop te zweten voor jullie. En voor mezelf. Want je traint niet voor een ander, je traint voor jezelf. Let's stretch it out, people. In die cobra. Kruis is laag, schouders naar achteren en laag. Niet in je oren stoppen die schouders. Kijk naar de zijkanten. Vandaag doen we een iets versneldere versie van de cooldown. En van de stretching. Nice. We're getting good feedback from a lot of different people. Well, Timothy Bangna Gladius for the summer body. I think I know what Timothy we're talking about. Shit, he looks like he was born ready for the summer. I ain't lying. Big shout out to those people, man. Sandra Graciela, Delivio, Timothy out there. Shout out, of course, to Sportcentrum Pleizier, Henny Pleizier. I don't know, they'll be watching soon, I guess. Goeie werkgevers. Absoluut. Daarom komen we met plezier hier naartoe, mensen. In deze moeilijke tijden moeten we proberen er voor elkaar te zijn. Woo! Maybe a close, it's dripping off. You figure they can tell? Look at that. Come on, man. Especially for you. Right hand up to the ceiling. Hang to the left hand side. I'm gonna stretch it out. Nogmaals een beetje verkorte versie. Vandaag doe ik hem op basis van 1 ademhaling. Thank you very much. Enjoy the weekend. Gefeliciteerd koning zometeen. Al is het niet zijn dag officieel. We zijn zo blij met u als koning. Peace out. Sportcentrum Pleizier. Like, subscribe, share. Do all that good stuff. Victorious.pt op Instagram. Maik's. M-A-I-K-Z-Z-Z. Ja. Op Instagram. Shout out to Glenn. Die stiekem achter de schermen ook eventjes meedeed. De man die leuke danslessen voor jullie verzorgt, mensen. With love, cariño, ya tu sabes, bye.